Op donderdagavond 7 april is Keva Alouche de gast in het Verhalenhuis. Hij is de tweede gast in de reeks Het Recht om te Zijn, een programmareeks over identiteit. Keva Alouche maakte tv-programma's over het Midden-Oosten en Noord-Afrika, bijvoorbeeld Oasis in de Oriënt. Hij wordt deze avond geïnterviewd door Thea van Blitterswijk, theoloog en directeur van het Ronde Tafelhuis. Na dit gesprek volgen de filmavond en de boektafel. Tijdens de filmavond bekijken we Lawrence of Arabia, de favoriete film van Keva. Tijdens de boekentafel bespreken we het boek van Keva, De Munt van Judea. Maar we bespreken ook zijn favoriete boek, De Zijderoutes, van Peter Frankopan. Ben je nu ook benieuwd geworden? Meld je dan aan via de link op de website. Tot dan!